Hoe kan het anders? U heeft van mij nog een nieuwjaarsbrief te goed. 500 jaar al lezen kinderen in onze contrein een brief voor op 1 januari. Maar de gewoonte gaat ook mee met haar tijd. Als opa en oma in het buitenland zitten bijvoorbeeld, dan biedt de technologie altijd wel een uitweg. Lieve mami en papi, ik zou een sms kunnen sturen of een e-mail kunnen zenden, want dat is vandaag erg in. De grootouders van Flynn en Boy zitten op dit moment in Spanje, maar toch krijgen ze vandaag een nieuwjaarsbrief voorgelezen. Via video weliswaar, maar voor hen voelt het gewoon alsof ze erbij zijn. Goh, wat is tegenwoordig nog een afstand? Ik zit er precies bij. Ik zit er middenin. Ik zit in die school living daar. Is het leuk, hè? Mensen, weet je het al? Het nieuwe jaar, dat is er al. Ik zou steeds willen roepen. Het wordt een jaar om van te snoepen. Nieuwjaarsbrieven voorlezen is een Vlaamse traditie die al van in de 16e eeuw bestaat. Je zoon vliegt sinds kapelein Waver 1 januari 2019. Amai, zeg, goed gedaan, jong. Mooi geschreven en zelf geschreven. Knap ze, hè? Met de nieuwjaarsbrief konden kinderen van de elite laten zien wat ze allemaal op school hadden geleerd. Vanaf de jaren 1960 begonnen alle kinderen nieuwjaarsbrieven te maken. Lieve mama en papa, vandaag stap ik in mijn raket. Alle mensen op mijn lid. 1, 2, 3, ik spring erin. Soef de ruimte in. Kleuters leren meestal een versje uit het hoofd en knutselen iets. Wie heeft die gemaakt? Ah, wie heeft die sterretjes daar zo mooi op geplakt? Ik ook. En als beloning krijgen de kinderen natuurlijk een cadeautje. Mama.